ik lees veel over Ten Hag. Ja, cool. Ik lees constant maar. In München willen ze niks anders dan Ten Hag als de opvolger. Zijn ze niet van die tevreden training over Kovac? Zijn ze niet tevreden over. Dus ze willen die Ten Hag nu als een nieuwe trainer bij Bayern München hebben. Nou, dan heeft Ten Hag, die heeft al interviews gegeven in Duitsland. En die heeft al gezegd, nou ja, luister eens goed. Als Bayern belt, hallo, ik neem de telefoon op. Ja, natuurlijk neemt hij de telefoon op. Nou ja, en zo hard maar door. En toen is het nog eens een keer in een Duitse krant gesuggereerd van Ten Hag naar Bayern München. En dat blijft maar spelen, dat blijft maar als wolk boven Ajax hangen gewoon. Ten Hag naar Bayern München. En ik heb zoiets van, ja, luister eens even goed. Dat is ook een beetje de schuld van Ajax zelf. Want Ajax, het bestuur en iedereen, die hebben altijd een beetje sceptisch gestaan tegenover Ten Hag. Zo van, ja, is dit wel goed genoeg voor ons en dit en dat en is dit nou wel onze trainer? De aanhang, die hebben altijd iets gehad van, sodemiet erop met die tukker. Want dat vinden we helemaal niks. Ja. He, want praat hij geen Amsterdams en hij doet maar wat. Ziet eruit als een kabouter. Ja, weet je, het voelt het als een rare man. Ja. En hij heeft geen flair. Nee. En Ten Hag speelde niet de tactiek die zij precies wilde. En noem het allemaal maar op. En nu moet iedereen, en bij Ajax en bij de aanhang, die moeten nu toegeven, maar wij hebben misschien wel de beste trainer van Europa in huis. Dat snappen ze in München. Ja, natuurlijk snappen ze dat in München. Die hebben dat wel door. Dus gevolg, dat die München, die beginnen voorzichtig te bellen en te doen en die denken en een beetje stemming maken van, kunnen we die Ten Hag niet krijgen? En die Ten Hag, kijk, die heeft zich eigenlijk nog nooit renang gevoeld bij Ajax. Die heeft nooit, zeg maar, die waardering gehad die hij eigenlijk had willen hebben. En dat warme bad van München, want dat kent hij, want hij heeft daar gewerkt, hij kent die club als een broekzak. Dat warme bad, daar wil hij wel weer graag naartoe. Hij wil ook dat schouderklopje. Hij wil ook die erkenning dus en die waardering. Dus als Dirk Karel Heinz belt? En die krijgt hij. Dus als Dirk Karel Heinz belt? Als die Karel Heinz Roemenieke de moed neemt, gewoon gaat in zijn autootje op weg naar Oost-Nederland, ergens daar in de buurt van Haaksbergen. Daar zit hij die Ten Hag. En hij belt aan, dan zegt hij Ten Hag gelijk, hallo, wanneer kan ik beginnen?